Goedendag, het is Boer Wildebuit en vandaag gaan we een gastles volgen op het Carmon College Salland in Raalte. En gaan we Wietske Huisman spreken van GGD en Jong Leren Eten. Gaan jullie mee? Kom on! Hallo! Geloof in jezelf en volg je droom. Vakantie is voorbij, we gaan weer naar school. De dag begon met de gastles van leraar en leerlingen van de SVO. Zij leerden ons alles over de Pokéball. En ze leerden ons ook nog snijtechnieken die we konden toepassen voor de gezonde Pokéball. We leerden 3 snijtechnieken. Snijden in reepjes, snijden in blokjes en snijden in ruitjes. Zo, goeiedag. Hoe heet je als ik vragen mag? Isa. Isa. En ik zie je snijdt echt hele mooie blokjes. Doe je dit vaker? Nee. Thuis in de keuken met mama even snijden of zo? Nee, zij snijdt meestal mijn fruit. Oh, dat is helemaal luxe. En wat heb je hier allemaal op je plankje? Weet je ongeveer wat dat is? Peer, meloen en appel. Goed, hoe heet je? Stijn. Stijn. En Stijn, ik zag je al heel druk bezig. Heb je dit al vaker gedaan, snijden? Nee, eigenlijk niet. En wat vind je hiervan? Ja, leuk. En om te kijken of ik goed had opgelet in de les, mocht ik de snijtechnieken toepassen die ik heb geleerd van de leraar. En ik kan ook natuurlijk even proeven, hè? Hoe ik het zelf heb gesneden. Nee. Nou, perfect gesneden hoor, ik zeg het wel. Niemand kan zo snijden als dit. Ja, hè? Zie je? Jullie krijgen zelfs goedkeuring van leraar. Jullie zien het. Ik ben Wietske Huismans en ik ben werkzaam bij de GGD IJsland. En vanuit de GGD zijn we heel erg bezig om scholen gezonder te maken en ook om gezonde leerlingen te krijgen. En vanuit Jong Leren Eten, daar ben ik ook bij betrokken. En Jong Leren Eten wil heel graag dat jongeren voedselvaardiger worden. Dus vandaar dat wij hierbij betrokken zijn. Nou, dat is heel erg nodig, omdat ook blijkt dus dat heel veel jongeren eigenlijk ontzettend weinig groente en fruit eten. En dat is wel ook een belangrijk onderdeel, hè, groente en fruit. En maar een paar procent eet genoeg groente en fruit. En eet wel ongeveer net zoveel suikers als wat hun lichaam is per jaar. Dus ze krijgen veel te veel suiker en te weinig groente en fruit binnen. En met dit project willen we dat veranderen. Nou, het is natuurlijk een bijdrage. Het is natuurlijk niet helemaal genoeg, want je moet vanuit verschillende kanten. Jongeren krijgen ontzettend veel verleidingen, wat ze zien. Ze zien in de supermarkt, de snackbar, allerlei dingen. Ook de kantine van de school. Dus alles wat worden ze mee verleid. Dus je moet met z'n allen daar iets aan doen. Dus dat je en de kantine gezond maakt, de frisdrankautomaat, de gewone automaat. En ook ouders, dus vanuit verschillende kanten. Dus het is gewoon het draagt gewoon aan en bij. Dus het is, ik vond het super leuk hoe ze het doen. En ik zie ook echt dat de jongeren ook echt leuk bezig zijn. Ook echt er wel wat van leren. Van wat hoort in de schijf van 5, wat niet. Je ziet ze echt denken, nadenken. Dus ik vind dat. En ook gewoon die snijtechnieken. Ondertussen eten ze het ook een hele pak fruit op. Dus. En het is natuurlijk niet alleen maar dat, het is ook dat ze ook naar een boer toe gaan. Ze krijgen lessen van de docent, ze krijgen clinics op het gebied van bewegen. Dus het is een onderdeeltje. Dus ja, ik vind het superleuk om dit. Jullie krijgen telkens van mij een kaartje en dan mag je die ergens indelen. Er zijn ook een paar kaartjes bij die horen er niet in. Maar dat leg ik even uit wat er dan bij hoort. Uiteindelijk gaan we met z'n allen nakijken en dan kijken wie de meeste punten heeft en degene met de meeste punten heeft gewonnen. Duidelijk voor iedereen? Ja? Jullie voor mij. Nee, ik denk dat vla wel gezond, maar de croissants, denk ik, dat die niet goed gezond zijn. Want er zit heel veel vet in. Oké, en hoe weet je dat? Of denk je dat? Ja, nou, ik heb dat vroeger. Ik heb wel eens gehoord dat er best wel veel vet in zit. Okay. Dat bladerdeeg is. En bladerdeeg. Okay, dat is een goeie. Dat gaan we straks even onthouden, straks als ze gaan vertellen. Ja. Croissantjes, horen die erin? Je hebt er wel in gelegd, hè? Ja, ze horen er niet in. Dat is niet gezond. Haat hem goed, haat hem goed. En we gaan weer naar school. We gaan weer naar school. Doe je
je best, geloof in jezelf en volg je droom.